Agnes, we hebben hier een paradijsje gecreëerd. Ja, mooi hè? Ja, ja zeker. Nee, ik vind het ook echt geweldig. En als je dan bedenkt dat op 3 berken na de rest allemaal gewoon aangewaaid is door de natuur. En we ook al 2 jaar terug heel veel hebben uitgedund. Dan kun je dus bedenken wat de natuur allemaal zelf regelt. Ja. Dus je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. En dat is ook een beetje wat jij destijds al wilde. Van ik wil de natuur vooral zijn gang laten gaan. Ja. Hoe heeft het uitgepakt? Ja, nou ja, dat is een heel spannend proces. Het lijkt wel alsof wij als mensen een beetje bang zijn geworden van de natuur. En dat we altijd bij natuur denken, het loopt helemaal uit de klauwen. Ja. En die angst hebben wij natuurlijk ook gehad. Maar ons simpele idee was, we kunnen dit nooit onderhouden als we het alles zelf willen doen. Want dan word je slaaf van onze grond. Dus ja. We geven wel structuur aan waarbinnen het kan plaatsvinden. Precies. Maar dan hoeven we verder niks te doen.